vicepresident Ashwin Adin zegt het te betreuren dat het onderwijsproces opnieuw verstoord wordt. Dit naar aanleiding van de oproep van de Bond van Leraren, BVL, en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname, de ALS, voor een spoed algemene ledenvergadering tijdens schooluren. Ter voorkoming dat scholen wederom platgelegd worden, heeft de regering het principe no work, no pay toegepast. De regering heeft vanmorgen geconstateerd dat vele onderwijsgevenden gevolg hebben gegeven aan de oproep om het onderwijsproces niet te stagneren. De vicepresident benadrukt dat het herwaarderingsprogramma gericht is op de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De leden aangesloten bij de BVL en ALS gaan morgen normaal naar school. Ondanks er geen overeenstemming is bereikt tussen de regering en de vakbond over het herwaarderingsprogramma. Op de algemene ledenvergadering van morgen heeft voorzitter Wilco Valies de leden ingelicht over de huidige stand van zaken. Valies benadrukt dat de bonden niet in actie zijn, maar dat aan de leden slechts verslag is gedaan over de gevoerde gesprekken met de regering en over de rechtszaak. De vergadering moet meer gezien worden als een protest en een signaal naar de regering toe. Volgens Valies is er geen sprake van onderhandeling geweest tussen de bond en de regering. De bondsvoorzitter reageerde tijdens de persconferentie ook op het no work, no pay principe dat door de regering wordt toegepast. Zoals u weet heeft de regering op niet mis te verstaande wijze hebben ze acties ondernomen naar leerkrachten die naar deze meeting wilden komen. En er is dus behoorlijk geïntimideerd vanuit de regering. Terwijl dit een normale vergadering is waar wij verslag moeten doen over de gesprekken die wij gevoerd hebben met de regering. En zoals dat normaal toegaat, krijgen de leerkrachten alle ruimte om naar deze vergadering te gaan. Dat hebben we tot dan gehad en we hebben dus nooit problemen gehad. Maar nu schijnt er een situatie te ontstaan, omdat er duidelijke meningsverschillen zijn met de overheid. En wij zijn dus van oordeel dat wij de leerkrachten, onze leden, daar deelgenoot van moeten maken. Aldus Wilco Valies, hij is voorzitter van de BVL en ALS en hij reageerde op de maatregel getroffen door de regering met betrekking tot het no work, no pay principe.